2017. Wacht, ik zei al dat we daar niet tot de grond moesten kijken. Hele goedemorgen. Leuk jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is vandaag maandag 22 mei. Het is nu 9:50. En ik ben alweer een tijdje wakker. Ik heb de vlog geüpload. En gisteren heb ik hem geëdit. En het is lekker weer buiten. Ik ga zo meteen eerst naar de Bruna. Want ik had daar een bestelling gedaan voor iets superleuks. Iets super tofs. Waar ik echt super blij mee ben. Als ik het heb en kan lezen. Maar dat zien jullie ook zo meteen in de vlog. En ja, vandaag ga ik ook naar school toe. En ik heb pas om 1:00 les. Dus 1,5 uur is wel echt chill. Ik ben nu op YouTube aan het kijken naar een leuke vlog. En ik zie dat Jamie Lee een vlog heeft geüpload. En daarin gaat ze naar Cannes. En heel grappig, ik ben zelf ook naar Cannes geweest. Op vakantie 3 jaar geleden. Maar toen vlogde ik nog niet. En toen ben ik daar geweest. Het was super leuk. En ik ga nu eerst even ontbijten beneden. En dan ga ik lekker die vlog aanzetten. En dan ga ik douchen, me klaarmaken en op naar de Bruna. En op mijn school. Dus ja, jullie gaan weer mee in mijn week. Dus let's go. Onderweg naar de bushalte. Super zin in. Ik ga eerst naar de Bruna, wat ik jullie al vertelde. En dit is mijn outfitje. Dit shirt. Bomber. Spijkerbroek, fans, en ik ga nu naar de bushalte lopen. Ik ben dus net naar de Bruna geweest. Ik loop nu naar de Randstadrail. Ik heb het dingetje gehaald wat ik moest hebben. Ik laat het zo meteen wel even zien. Het is super leuk. Het is namelijk het boek van Monica Geuze, My Way. Die heb ik gekocht en het leek me echt wel een leuk boek. En mijn adem. Dus ik loop nu naar de Randstadrail en die gaat me dan naar Zuid brengen. En dan heb ik daar afgesproken met Jenty en met Lisa om even naar de Primark te gaan. Want ze heeft een zonnebril nodig of zo. Jenty dan. En het is lekker weer. En ik heb super veel zin in zondag. Want zondag ga ik namelijk met Tim, Aaron, Larissa, Samantha en Jamir gaan we naar de Efteling. Yay! Superleuk. Dus dat zien jullie ook in deze vlog. Dus ik hoop dat jullie deze vlog alvast leuk vinden. Doe je duimpje omhoog. En dan kijken jullie verder. Ik heb dus dit boek net gekocht bij de Bruna. Monica Geuze, My Way. Het is echt een super leuk boek. En er staan ook allemaal mooie foto's in van Mootje. Dus deze ga ik lekker lezen. Oké, ik ben zo weer een tijdje thuis zoals je kan zien. Na school ben ik gelijk doorgegaan naar de stad met Nina en Lisanna. Ik heb een aantal super leuke dingen vandaag gekocht. En dat wil ik jullie nu laten zien. Dus kijk jullie mee, het is niet zo heel veel, maar wel echt leuk om te laten zien. Als eerst natuurlijk het boek van Mootje, die heb ik gekocht. Maar die hebben jullie al gezien in de vlog. Dat is dit boek, My Way van Monica Geuze. Superleuk. Toen ben ik naar Kruidvat gegaan en toen heb ik als eerste deze Lion Snack Size White meegenomen. En deze waren €1,29. Toen heb ik een nieuwe deodorant gekocht. En dat was deze. De Perfect Wave by Va. En die was €1. En dan heb ik iets super handigs gekocht. Ik hou van Sissi. Dus ik heb zeg maar 4 blikjes Sissi gehaald. En deze betaalde ik voor €1,29. Dus ik heb lekker veel sushi. En Lion, deze kende ik nog niet. En dus dat. En dan ga ik lekker ook straks dit boek lezen. Dus ik heb er zin in om dit te gaan lezen. En jullie gaan weer verder kijken naar wat ik allemaal voor de rest heb gedaan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag 23 mei 2017. En ik ben alweer een tijdje wakker. Ik loop alleen maar nieuwsberichten te lezen. Want er is gisteren iets gebeurd. Ik denk dat jullie het allemaal wel weten als je deze vlog ziet. Maar er is dus gisteren bij het concert van Harry in Manchester is er een aanslag gepleegd. Er zijn tot nu toe 22 doden en 56 gewonden. Echt, ik heb hier echt geen woorden voor. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Ik weet echt niet wat ik in mijn hoofd dat. Ik hoop dat iedereen zeg maar gewoon oké is.
En echt iedereen die er was en die nu er niet meer is, echt familie en vrienden, echt zwaar gecondoleerd. En denk je even leuk naar een concert te gaan, gebeurt dit. Maar ik ga er geen woorden aan vuil maken, want ik heb hier geen verstand van. Ja, wat ik vandaag ga doen, is ik ga zo meteen naar school toe. Ik ga me omkleden. En ik zie wel wat de rest van de dag me brengt. En ja, jullie gaan weer mee. Dus let's go, we gaan. Inmiddels loop ik buiten. Dit is mijn outfit voor vandaag. Net als gisteren. Maar het zit zo lekker. En ik zeg altijd zo: als je lekker zit, moet je het fijn dragen. Dus ik loop nu naar de bus. En dan ga ik lekker wachten. Dus ik spreek jullie zo weer. Inmiddels ben ik alweer een tijdje thuis. Het is nu rond 8:30. Ik ben net in bad geweest. Ik heb mijn pyjama alweer aan. Deze shirt van Miranda Sings. En deze heb ik gekocht toen ik in Londen was met Ian. We hebben allebei hetzelfde shirt, dus dat is echt leuk. De zon is lekker fel. En ik ga heerlijk eventjes niks doen. Ik ga even lekker op mijn telefoon en dingetjes bekijken en vlogs kijken en dat soort dingen doen. Ja, ik ga dat even lekker doen. En dan spreken jullie later weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is nu rond 7:30. Ik ben wakker. Ik ga even naar mijn opa toe en mijn moeder samen om even wat af te leveren. Voordat we aan het werk gaan, ik heb weer iets aan waarvan ik denk echt why. Dit shirt komt van de H&M en deze heb ik ooit een keer gekocht in Londen toen ik met Ines daar was. Super grappig. Dit shirt, de broek is van de Bershka. Schoenen zijn van Vans. En de bril die ik op heb, die is van, ik weet het niet meer, maar die heeft mijn zusje voor me gekocht. Dus ik weet niet waar die van is. Ja, wat ik vandaag ga doen, is ik ga zo meteen naar school toe. En dan daarna ga ik gelijk door naar Amsterdam. Want ik heb vandaag iets superleuks op de planning staan. Ik ga namelijk een dagje winkelen met Jamira. Super. Super veel zin in. Ik zou eerst naar de Concentrate Fandag gaan. Maar ja, weet je, het wordt vandaag 30 fucking graden. Dus dat gaat hem niet worden. We gaan gewoon lekker chillen, terrasje pakken. En daar is mijn moeder. En we gaan. Let's go. We zijn gearriveerd in Amsterdam. En ik ben met Jamira. En we zijn weer veel te warm gekleed. Voor dit weer. Het is super lekker weer. We gaan lekker eerst eten. Want dit meisje hier heeft like always weer honger. Hey, hallo. Oké, ik heb ook honger. Ik heb een ontbeten, mensen. Dus tip van Jamira, ontbijt altijd even goed in de ochtend voordat je weggaat. En dan gaan we even wat ergens wat drinken halen. Het is echt druk. Maar het is natuurlijk wel verplichte ADV voor heel veel mensen. Dus we lopen nu in Amsterdam. Koffietje. En ja, superleuk. Dus dit wordt awkward. Dus yeah. Jut en Jill zijn net 5 minuten in de stad en die gaan nu alweer eten. Ik heb een taartje en lekker een Vivit. Jamira heeft een tosti. Waarom sta je zo ver weg? En vitamine. Nog lekker eten en drinken en daarna kunnen we weer volop shoppen. In de lift. 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 Dat bedoel je. Awkward moment. Right now. Ik ben naar de meet and greet geweest met James TV, maar het was een beetje saai en inmiddels ben ik met Jamira nog steeds. Yay! En waar zijn we? Ik ben een beetje druk aan op een museumplein! Yay! Zo. Wow. Museumplein. En ik heb een superleuke tas gekocht net. Bij de 3 grafies. Die wilde ik al super lang hebben. En nu heb ik hem eindelijk. En ik heb er super. Ja, heel mooi. En natuurlijk heb ik ook nog mijn Sosterre Grenne tas die nog bij me is. Die kan natuurlijk niet vergeten worden. Ines komt er zo aan. En dan gaan we lekker chillen de hele dag. De hele avond slash namiddag. En ja, we gaan zo meteen eerst nog lekker shoppen. Want Jamira houdt van shoppen. Ja. Ik ook. En
Oké, we zijn dus nu op het Museumplein. Dat is het wel! En we gaan nu naar kijken. En Jamira is druk. Ja, Jamira is teringdruk. Autist. What the heck? Jamira. Oké, Jamira, je ziet dat Jamira is druk. En ik hou van. Ik hou echt van het Museumplein. Ik zweer. Ik hou echt van het Museumplein. Zo lekker! Kijk! Oké, dus. Even kijken, joh. En zondag wordt super leuk. Want zondag gaan we naar de Efteling! Dat zeiden we heel niet not enthousiast. Not. En ik heb een zweetreed, jongens. Ik ben het echt niet gewend. En we gaan lekker lopen. Ik weet niet eens of ik film. Maar nou, oké, zo wel. We gaan lekker lopen. En we zien jullie zo weer. Je kan zien, is het vanaf Amsterdam naar Delft. Is het in 1 seconde. Ben ik weer thuis. En ik wil jullie wat laten zien. Ik heb wat dingetjes gekocht in de stad. Vandaag in Amsterdam. En dat wil ik jullie graag nu laten zien. Dus een shoplog in de vlog. Yeah. Dus laten we beginnen met de shoplog. Eerst heb ik deze borstel gekocht. Ik had een nieuwe nodig. En deze is van de Primark. En die was maar 2 euro. Dus nu kan ik lekker weer mijn haar borstelen. In Forever 21 heb ik een shirtje gekocht met lange mouwen. Ik vond hem heel erg gaaf. Er staat hier Elite op. En dat is van Elite Models. En hij is rood met zwart en gestreept. En ik vind hem super leuk. Let niet op die rommel trouwens daar. Maar deze was nu voor maar 8 euro. Dus die heb ik gekocht. Ik heb bij Kruidvat 4 blikjes Pepsi Max en 4 blikjes Sinas. Maar ik heb er van allebei al eentje op, omdat het best wel warm was. En ik dacht, oké, ik heb dit. En deze was per stuk 1,29. En deze wil ik dan zeg maar in een soort van koeling-achtig zetten hier op mijn kamer. Dus ik heb nu in totaal weer 6 blikjes. En dan gaan we nu over naar het lekkerste gedeelte. We zijn weer een paar uur verder. En we kijken iets super tofs. We kijken weer de vlog van Monika. Ze is weer terug. Ze is 2 weken afwezig geweest. En nu is ze weer terug. En morgen ga ik naar de Efteling. Met Jamira, Ian, Tim en Aaron. En Quinty. Maar Quinty zit hier haar toetje te eten. Wat is dat? Rijstdessert. Is dat lekker? Wat zit erin? Ja. Een lepel pakken. Ja. We gaan dit samen uit die bakken. Pak een schaal. Ik pak even een schaaltje. Want zoals je kan zien ben ik buiten. En zit lekker op het balkon. Zit je lekker. Ik lag naar die kant. Want ik ben weer herenigd met dit hier. Zo. Ik ben een voorwerp. En ze zei net even een wijntje drinken. Het zei ik even aan mijn bel van de bier drinken. Wacht, ik gooi het er nu even in. Jullie zien het nu. Oké, wat gaan we morgen doen, Ian? Dat weten heel veel mensen, maar we gaan morgen naar de Efteling. En Ines en ik, die hebben allebei een beetje hoofdvrees. Oké, Ines meer dan ik. Joke. Echt, jij kijkt. Wat? En morgen wordt dus de Efteling. Super tof, super leuk, super zin in. Waar kijk jij het meeste naar uit in de Efteling? Echt niks. Ik weet al niet. Echt niks. Echt niks hoor. Echt niks, ik heb het niet gezien. Echt niks hoor, mama. Ik kijk het meeste uit naar de Piranha. En naar, hoe heet die? De Panda. Nee. Dat, hoe noem je dat nou? Die achtbaan, die, waar je zo zit, waar allemaal elfjes en zo, hoe noem je dat? I don't know. Droomvlucht. Panda droom. Serieus. Hier, kijk, ze gaat weer aan de wijn. Even een wijntje drinken. Oké, bye. Slurp. Goedemorgen allemaal, het is vandaag een zondag. Het is nu rond 7:30. Ik zit in de tuin en ik heb hier een glas met vitamine bruistabletten 10. Want dat neem ik altijd in de ochtend.
En ik zit in de tuin omdat mijn hondjes in de tuin zitten. Nee. Daar lopen ze. En dus ja, ik zit lekker in de tuin, ik zit lekker op mijn balkon. Zo hier. En Jamira komt mij over een uurtje ophalen. Of nee, Jamira komt mij en Ines over een uur ophalen. En dan gaan we naar de Efteling rijden. Super zin in. Ik heb er al de hele week zin in. Ik kijk hier al de hele week naar uit. En dan is het einde zover. Kit, die zou ook mee gaan, maar die kan niet. Die gaat niet meer mee omdat ze ziek is. Ze voelt zich niet zo oké. En top en fit, dus ze gaat niet mee. Dus ja, ik ga even kijken voor de rijden hondjes. Ik ga mijn tas inpakken, douchen, alles doen. En dan let's go naar Kaatsheuvel. Onderweg naar de Efteling. Ik ben met Jamira in de auto en we gaan weer. En daar hebben we eentje. Ik heb er zin in. Zo kut dat we nu pas 80 lopen. Die, 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 die. Oké. We zijn onderweg, zo zullen we gaan You ain't gotta say nothing. I already know why he's tripping. I had nothing to do with them bitches. You ain't gotta say nothing. 6 inch hill when she bustin'. Should've seen my face when she rustin'. Don't press makeup. Boy, are you? Nah. Hoor. We gaan lunchen en onze lunch is al op. En Ines is hier nog. Haar mango aan het eten. Tim en Aaron zijn er ook, maar die zijn al godkanonnen, 3 kwartier. Ja, echt. Die zit, 20 minuten al. Zo. Ja, die staan in de rij. Die hier ergens. En waar zijn we allemaal in? Waar zijn we allemaal in geweest? Vogelrok. We zijn in de eerste droomvlucht geweest. We zijn in de Joris en de Draak geweest. De Vliegende Hollander. En dat was het. Ja. Dat is weinig dan hoor. Ja. Ga straks in de Piranha. Woehoe, lekker nat worden. Ja. Echt, ik heb 1 keer zo'n emmer, hele emmer over me heen gekregen. Dat wil je niet. Een emmer? Ja, je hebt 1 zo'n stukje. En dan wordt er een bak water gevuld. En die plaat over iedereen heen. Maar het duurt wel lang. Dus ja, en ik weet niet wat ik tegen jullie meer moet vertellen. Wij gaan zo meteen naar de Piranha en dan gaan we daarna zien we het allemaal wel wat we gaan doen. We gaan zo meteen ook nog in die, de Piton. En Ines, hoe is je mango? Gezond, gezond. Healthy life, healthy life. Bye. We zijn nu onderweg naar de Fata Morgana. Tim zie je echt helemaal achter me zo. Wat staat hier niet? Nee, daar is een kaart. Dan kunnen we misschien kijken waar die is. Hoi beste kijkers! Jamie en ik zijn nu officiële stel. Oké, graf van 2017. Ga je stuk, Jamir? Nee. Grap van 2017. Waarom ik zei al dat we naar die platte grond moesten kijken. Hier is alleen maar een gekke draaimolen. Ga op de platte grond kijken. Ja, ik ga al. Oké, ik ga eens niet naar de platte grond.
Want dan weten we precies welke rit we moeten zijn. Dus ja. Oké. Okay. Plattegrond, kom. Dat ga je in het... Niet zo raar. Oké, okay, ik film alleen even mijn monnik in. Mooi. Even kijken. Vat we gaan naar 37. Ik zie het niet. Waar staan we nu? We zijn onderweg naar huis. Het was super gezellig in de Efteling. En we gaan eerst moeten even ergens iets kleins eten, want we hebben niet zo heel veel honger. Ik niet, maar wel een lekkere trek. Zo. Dus hoe later. Wow, en Ines is voor mij echt moe. In zo'n dag sloopt me altijd mentaal. Vooral het lopen is gewoon best wel vermoeiend. Want ja, Jamira moet dus nog naar huis rijden. Dus Jamira, haar oogjes die gaan ook helemaal bijna dicht. Maar ze probeert gewoon op de focus op de weg te houden.
Maar ik denk niet meer dat ik iets boeiends ga doen eigenlijk straks. Ik denk lekker als ik thuis moet douchen, pyjama aandoen en lekker tv kijken. Morgen weer naar school. Maar en morgen opnames van Dance Dance Dance. Super zin in, dus ik zie Ines dan weer. En Tim en Adam. En super gezellig. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie me leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. Het is compleet gratis en dan mis je geen enkele video in mijn mailbox. Vergeet ook geen comment leuke comment achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week weer. Dus,